Welkom in deze nieuwe video aan Bosd. Dit is Benice. Welkom allemaal in de live van Bosd. Ik heb dit speelgoed nog, wie kent dat nog? En ik ga eens kijken of het konijn daar nu nog mee spelen of niet. Ik heb daar snoepjes in gestoken. En zij moeten nu zoeken waar die snoepjes zitten. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dus nu spelen ze met een doos. Heel de tijd, dus ben ik benieuwd eigenlijk. Dus ik kan het hier even zetten. Zo. De kandidaat nummer 1 is hier al. En kandidaat nummer 2 ook. Het wordt goed gekauwd, dat wel. Als je ziet, dan zijn ze niet schappen. Juf vraagt een beetje hulp, want hij kijkt er niet van tussen. Zo, dan gaan we dat een beetje zo leggen. Voilà. Ik ga er nog een beetje halen om er tussen te steken. Zo, cool.
De tweede ronde. Ze zijn wel snel. Die was zeggen. En toen werd de doos interessanter. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dat ding waar ze dat hebben gedaan zo voor dat te leren, heb ik gekocht ooit in Blankenbergen. Ik weet niet of de winkel daarop bestaat, zelfs in de Kerkstraat. Toen was dat een 10 euro of zo dat ik dat heb gekocht. Ik weet niet of je dat ergens anders kunt vinden, vast zijn zeker wel. Zeker niet gesponsord. Dus vond je het een leuke visie, duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.